James Rell is een van die seminale Amerikaanse kunstenaars uit het moment, de jaren 1960, waarin eigenlijk de Amerikaanse kunst erin slaagt om op een ontzettend directe manier met heel veel fundamentele principes om te gaan. Dat kun je op veel manieren zien. Bij James Rell gaat het vooral om het licht en om een ervaring van het licht. Om een ervaring van het licht in al zijn, nuances. Skyspace, dat zijn ruimtes die, zoals je dat bij heel veel van die Amerikaanse kunst hebben, die eigenlijk assumeren, het gegeven assumeren, dat je in een gebouwde ruimte functioneert en dat je daarin je kijken oriënteert. En waar hij ons daar eigenlijk terugleidt naar de, naar de hemel, maar eigenlijk ook een soort mogelijkheid aanbiedt voor vertraging en voor aandacht voor de schakeringen van het licht, voor een stilte. Skyspaces zijn er een aantal. Ik vind dat die van het MUCA een van de mooiste is. Die heel mooi eigenlijk in deze locatie staat. En ja, als het goed is, denk je bij kunst nooit aan restauratie, maar het is natuurlijk zo dat alles onderhoud vraagt. En dat is des te meer zo bij iets als een Skyspace. Dat is eigenlijk een architectuur, ook letterlijk. En zoals een architectuur, zoals elke architectuur, op een bepaald moment is die op. Dus eigenlijk hebben we besloten, op dezelfde manier als dat, dat heb ik gedaan voor het Panamarenko huis. We gaan hier echt in investeren om dit terug perfect goed te zetten. En dat is dan toch het, de kost van een klein huis. Dat is moeilijk op dit moment om dat met publieke middelen op te brengen. Dus we zijn heel blij dat we erin zijn geslaagd om daar ook een heel belangrijke privé ondersteuning voor te krijgen. Dus een ondersteuning vanuit de maatschappij. En terecht, denk ik.